ligt in een verpleeghuis. Heeft u nu 2 weken, als ik het goed zeg, niet gezien? Ja, ruim 2 weken. Ruim 2 weken. Ja. Dat klinkt verschrikkelijk, dat is het vast ook. Hoe is het voor u? Ja, naar omstandigheden gaat het goed, zeg ik. Maar die omstandigheden zijn beroerd. Ja, voor u en uw vrouw. Hoe gaat het met haar? Nou ja, ik herinner me de avond dat premier Rutte zei... je mag niet meer gaan. Ik belde meteen naar het huis en zeg... ho, voordat de deur dichtgaat. Mm. Dus ik ben daar naartoe gegaan en dat was ook prima. Het was een onwezenlijke avond natuurlijk. Ik breng haar graag naar bed en dat gebeurde ook met het ritueel dat we dan zo goed kennen met elkaar. Maar toen ik wegging, toen voelde dat wel buitengewoon beroerd. En alsof ik haar in de steek liet. Ja. En voor haar is het eigenlijk niet zo erg. Want? Haar wereld is zo klein geworden in tijd en in de ruimte. En ook in de herkenning. Want zij leidt van aan dementie, hè? Ja, ze heeft Alzheimer al heel lang. En ze is ook al een aantal jaren is ze daar in dat huis. Ja. Een mooi huis, een prima huis. Maar en ze is met een pop wat foto's meegebracht. Mm. En dus ze vertelt mij van alles, maar niet in verstaanbare woorden. Maar je kunt ook communiceren zonder de woorden te begrijpen. Ik bedoel, haar toon en haar verhalen zijn wat dat betreft mij zo dierbaar. Voor haar is het eigenlijk minder erg. Want zij snapt het niet, ze beseft het niet. En ik hoop één ding, dat als ik straks wel weer mag... dat dan die vertrouwelijkheid er weer is. Ja. En daar vertrouw ik ook op. Want die is heel belangrijk, hè? Juist voor iemand in zo'n situatie. Die vertrouwelijkheid, het aanraken. Ja, zeker. Ik realiseer me overigens dat het voor iedereen weer anders is. Ik bedoel, er zijn mensen die missen die... dat is voor mijn vrouw niet zo. Maar voor u wel. Het probleem eerder bij mij dan bij mijn vrouw, in zekere zin. Maar ja, je breekt iets stuk wat natuurlijk zo bij elkaar hoort... juist in zulke moeilijke omstandigheden. En het is echt heel zwaar. Omdat, en ook je hele weekritme is weg. Ik bedoel, wat moet ik met die avonden, hè? Gaat u af en toe zwaaien? Mijn moeder is ook in het verpleeghuis. Ben van de week even wezen zwaaien. Doet u dat ook, dat soort dingen? Nou, dat heeft niet zoveel zin. Ik kan ook dus via een beeldverbinding, hè, dat wordt wel geopperd. En nogmaals, die mensen in de zorg die sturen mij fotootjes... en ik kan de rapportages van hen zien, dus ik heb daarin veel. Maar die beeldverbinding, dat heb ik tot nu toe niet gedaan. Want ik denk dat zij daar geen raad mee weet. Nee, zij zal u niet... Wat gebeurt hier? En als ik dan daarnaar kijk en ik kan niet het contact leggen... Ja. Ik kan haar niet aanraken. Frustreert en ik kan niet haar misschien. Blik zoeken... Ja. Dan denk ik, daar word ik alleen maar ongelukkiger van, dus ik doe dat niet. Dus u heeft er echt 2 weken niet gezien dan ook nu? Ja. Alleen op fotootjes staan. Ja. Sarah Blom, u bent de oudere psycholoog en u komt voor uw werk in verpleeghuizen. Wat doet deze maatregel voor de mensen die daar zitten? Ja, het is een ingrijpende maatregel. Je moet je voorstellen dat bezoek is, dat meneer op bezoek gaat bij zijn vrouw. Het is heel, heel belangrijk, omdat voor ons is het een patiënt... waar we onze best mogelijke inzet voor tonen en met liefde... Maar we zijn natuurlijk nooit een moeder of een zus of een broer. Of wij zijn, via bezoek kun je eigenlijk jezelf beleven. Dus in die zin zie je ook wel bij mensen de identiteit afbrokkelen. En dat is wel heel erg sneu. En ook meneer raakte zijn vrouw altijd aan. Ja, via de aanraking is vaak de ontmoeting. Mensen met dementie die verliezen eigenlijk steeds meer het contact met hun eigen lichaam. En door de aanraking breng je mensen weer terug in hun lichaam... en voelen ze ook weer een bepaalde mate van zelfbeleving. Ja. En dat raak je dus kwijt. Dit is 2 weken aan de gang. Ja. Kan dit zo doorgaan? Dat is een vraag die we ons moeten stellen, inderdaad. Je kunt begrip hebben voor de maatregel. Hij is ook genomen op het moment van nood. Hè? Dus je neemt een maatregel als veel angst onder zorgverleners. Bestuurders hadden een week eerder, sommigen hadden een week eerder al de beslissing genomen. Wat ook moed vergt. Laten we daar ook bij stilstaan. Ja, wat ook goed om te zeggen, de mensen in het verpleeghuis zijn natuurlijk super kwetsbaar. Ja, die zijn kwetsbaar inderdaad. Wat vinden de mensen van deze beslissing? De mensen die daar nog over kunnen praten? Ja, die mensen die erover praten, die geven een groot gemis aan. Maar de moeilijkheid is ook, soms zie je het niet aan mensen. Maar moet je dan concluderen dat ze de persoon niet missen? Kijk, voorheen was het zo, ik wil mijn dochter zien. Maar nu is het dan meer, ik wil mijn moeder. Mm. Dus er is nog steeds dat gehechtheidsgedrag. Die zoek naar steun en veiligheid, dat vertrouwde gevoel.
die is er nog steeds. En mensen hoeven in die zin ook niet per se je nog te herkennen als echtgenoot. Maar het feit dat iemand naar jou kijkt met andere ogen dan een zorgverlener, maar iemand met een waar je een verleden mee hebt en die jou kent. En dat vertrouwde gevoel, jouw stem, ja, is zo belangrijk. Ik wil wel alles doen en laten wat voorkomt dat het coronavirus daar in die afdeling terechtkomt. Afgelopen week kreeg ik een telefoontje van de arts dat er een verdenking was. Nou, en dat was een schrikbeeld, want ik moet me niet voorstellen dat er mensen met witte pakken en mondkapjes om haar heen, wat ze absoluut niet zou gaan snappen. En de dokter vroeg mij ook, stel voor dat ze ziek wordt, God verhoede, moeten we dan met haar naar het ziekenhuis? Dat is niet denkbaar. Dilemma's. Dat kan absoluut. Wat heeft u gezegd? Dat is niet mogelijk. Nee. En dus je kunt wel nu theoretisch, en ik wil dit gesprek over, ik ben ook filosofisch geschoold, dus die discussie over individualisering en waarden wil ik voeren. Maar ik wil eerst nu alles doen om te voorkomen dat mijn vrouw ziek wordt. Ja, precies. Oké. Want zou u zeggen, je moet het een beetje versoepelen? De gemiddelde verblijftijd in een verpleeghuis is geloof ik 6 tot 9 maanden, las ik vandaag ergens. Ja, je zou kunnen zeggen, 3 maanden elkaar niet zien is gewoon verschrikkelijk in zo'n periode. En misschien moeten we iets meer risico nemen om met meneer Denies te spreken. Ja, nou, het is wel heel goed om te kijken sowieso, wat doet dit met alle betrokkenen? Want als je ook kijkt naar mantelzorgers, we hebben natuurlijk jarenlang een appel op hen gedaan dat ze ons maar kwamen ondersteunen, want we hadden ze nodig. En in die zin zijn ook veel mantelzorgers zijn eigenlijk zorgverleners geworden. Die brachten 3 keer per dag naast de eten en drinken. Dus ik denk in die zin, die zijn eigenlijk onderdeel van het zorgsysteem. Dus je zou kunnen zeggen, laten we deze mensen dan opnemen in het zorgleefplan. En dat deze mensen wel met alle maatregelen in acht nemend misschien wel daarnaast mogen bezoeken. Ik denk dat we het debat moeten aangaan met elkaar. Deze maatregel is heel zwart-wit, is heel ingrijpend. We zijn nu 3 weken verder. Is het niet tijd dat we kijken, kunnen we hem inderdaad versoepelen? Versoepelen, ja. Kunnen we kijken of er toch mogelijkheden zijn voor bepaalde mantelzorgers en voor bepaalde bewoners om met elkaar in contact te treden, anders dan bijvoorbeeld het bilbellen? Is er genoeg bescherming om zo'n maatregel te versoepelen? Nou, dat is dus inderdaad niet aan mij in die zin, want ik ben natuurlijk geen meneer die over de Oosterhuis, nee. Ja. Maar er is al weinig bescherming voor zorgpersoneel. Ja. Zeker in verpleeghuizen. Heel vaak mensen die zonder bescherming werken. Ja. Als je nu ook nog mensen erbij, mantelzorgers of 1 familielid wel. Ja. Is dat mogelijk? Ja, dan ga je inderdaad naar het vraagstuk, wat vinden wij belangrijk op dit moment voor onze naasten met dementie? Waar kiezen we voor? Welke prijzen willen we betalen om hen koste wat kost in bescherming te nemen? Ja, en als ik goed naar u luister, zegt u van, nou, misschien moeten we iets meer risico nemen en mensen als meneer Veling misschien wel een keer naar zijn vrouw laten gaan? Nou, ik wil vooral het open debat over. Ja, nou, precies. U wilt niet. Ja. Mevrouw Reinissen, wat denkt u? Het is een hele strenge maatregel waarvan iedereen ook snapt dat die genomen is. Ja. Zijn we op het punt aangekomen dat je zegt, misschien moeten we voor sommige mensen een beetje versoepelen? Ja, het is onwijs moeilijk. Dat laat het hier aan tafel denk ik al zien wat het dilemma is. Natuurlijk wil je alles doen, alles, om dat virus buiten de deur te houden. En tegelijkertijd is de vraag denk ik heel legitiem. Wat is de prijs die we daarvoor betalen? En vooral ook, hoe lang houden we dit vol? Ik denk dat dat wel een nieuw aspect in het debat is. Ik denk die noodmaatregel, dat begreep iedereen, want je wilt dat virus buiten de deur houden. Maar nu is al bekend geworden dat dit gaat nog tot zeker eind van de maand duren. Maar misschien gaat dit nog wel maanden duren. Ja, en in hoeverre is het dan nog haalbaar om die verpleeghuizen, behalve voor het zorgpersoneel, helemaal op slot te houden? Ja. Wat doet dat met mensen? Maar durft u als politicus al te zeggen, jongens, er moet meer ruimte komen in die maatregel. Dit is nu vanuit de overheid opgelegd. We moeten misschien ter plekke gaan beoordelen en aan mensen zelf voor een deel overlaten. Ja. Dat exitplan, dat moet denk ik voorzien in mogelijkheden om, wanneer ik daar naartoe ga gaan, om er zeker te zijn dat ik geen besmetting binnenbreng. Ja. Ik bedoel, dat is denk ik een mooi voorbeeld van het benutten van testmogelijkheden. Ja. 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 Dat, kijk, je hoopt natuurlijk dat we naar een situatie toe kunnen waar je meer maatwerk zou kunnen leveren dan de rigide maatregel die we nu hebben. Namelijk, alle verpleeghuizen van Nederland zitten in principe op slot. Ja. En ja, je hoopt, en ik denk dat we dat wel met elkaar moeten aangaan, die uitdaging om daarover na te denken, om creatieve oplossingen te gaan zoeken. Als we nu al weten dat dit in ieder geval nog tot het eind van de maand en misschien nog langer gaat duren. Ja, en op slot betekent natuurlijk niet dat het virus niet binnenkomt.
Nee, daar zien we helaas zeer regelmatig de voorbeelden van. Ja, dus ja. Uiteindelijk is het ook, nou, schijnveiligheid is misschien een te groot woord, maar geen absolute veiligheid in ieder geval, die we nu hebben. Nee, en ik denk dat dat ook een illusie is om te denken dat je dat kan organiseren. Ja. En ik snap wel dat er nagedacht wordt over, ja, hoe kunnen we de kans natuurlijk zo klein mogelijk houden. Maar ja, er spelen ook andere dingen mee. Bijvoorbeeld inderdaad het gebrek aan beschermend materiaal. Ja. Dat is toch wel heel wrang, dat als we dat wel zouden hebben, we misschien andere keuzes zouden kunnen maken. Ja. Zijn er mensen die, waarvan u weet, die zeggen van, nou, ik heb toch liever een risico op corona en dat er wel iemand bij me is, dan dat ik hier alleen blijf en ik krijg nooit corona, maar ik ben in mijn eentje? Ja, die uitspraken worden zeker gedaan. Ja. En daarnaast zijn er ook mensen die, nou, je moet je voorstellen, op zo'n verpleeghuisgang de hele dag rondrijden in de rolstoel en de naam van de dochter roepen. Of die dreigen van het balkon af te springen als ze de familie niet zien. En die familie zijn natuurlijk cruciaal. In dat opzicht moeten we ook heel erg gaan nadenken op dit moment over wat betekent dit? Als dit nog langere tijd duurt, zijn we die familieleden dan kwijt? Het is voor veel familieleden toch echt wel een traumatische beslissing. En mogen we dan straks nog wel verwachten, nu we eigenlijk zeggen, u bent op dit moment mag u het gebouw niet meer in. Maar straks hebben we u weer keihard nodig. Ja. Dus kom alsjeblieft weer meezorgen. Dat is een ingewikkelde boodschap, zegt u. Ja, en kunnen ze dat überhaupt nog wel aan psychisch? Of zijn ze op dat moment zo in beslag genomen door alle gevolgen? Ja, Lenny Koer, jouw vader is een aantal jaar geleden overleden. Ja. Kun je voorstellen dat je een aantal maanden, misschien wel de laatste maanden, niet bij hem had gemogen? De gedachte alleen al vond ik echt vreselijk. Want ja, ik ging zo vaak naar mijn vader toe en ook mijn twee zusters. En we bezochten mijn vader zoveel. En stel je voor dat hij daar dan zat in dat verzorgingshuis en dat wij daar dus niet meer bij konden. Die gedachte die was vreselijk. Mm. Want die mensen die kijken daar naar uit. En dan is inderdaad de vraag ook wel juist van, wat voor een risico neem je? Of die mensen in eenzaamheid gaan sterven, want dat is natuurlijk het meest erge. Ook voor degene die daar is en ook voor de kinderen. Dat je weet dat je vader of moeder in eenzaamheid sterft. Of dat ze misschien het risico lopen het te krijgen en dat je erbij kunt zijn. Ja, ik weet het niet, maar we moeten wel creatief zijn om iets te doen voor deze mensen. Ja, er is wel ruimte ook in de regelingen. Mocht mijn vrouw ziek worden en terminaal zijn, dan gelden de beperkingen toch niet meer in die zin. Nee. Het gaat om het voorkomen van het binnenbrengen van het virus. Kijk, als de ramp zich voltrekt, zeg maar, alsjeblieft zeg. En dat gebeurt gelukkig ook, dan zijn mensen welkom en dan. Maar u zegt, ik wil geen enkel risico eigenlijk. U blijft liever nog een paar weken thuis? Ik zou willen dat ik zeker ben dat ik geen drager ben van het virus. En dan wil ik graag vanavond nog naar daartoe. Ja. Maar als dat niet zeker is, hoe vreselijk het is, dan blijf ik toch maar liever weg. En haar beschermen. Dat ook het verpleegpersoneel in zoveel gevaar brengt. En die mensen heb je nu op dit moment zo hard nodig. Die moeten zoveel bedden verzorgen. Ja. En die wil je toch geen... Die missen overigens de mantelzorgers ook, hoor. Natuurlijk. Ja. Je bent een beetje familie van elkaar. Ja, zeker. Zo voelt dat. Dat herken ik ook. En ik herken ook sterk dat zorgverleners op dit moment proberen eigenlijk mantelzorger en zorgverlener in één te spelen. Dus je zou je ook kunnen afvragen, dus de basis, hoe lang duurt en al dat extra. Ja, en hoe lang gaan zij dit volhouden? Oké. In een verpleeghuis in Limburg doen ze dit. Hallo. Goedemorgen. Mag niet bij jou op de kamer op bezoek komen? Dat mag nou niet. Wel op deze manier. Hoe vind je dat? Dat vind ik toch wel fijn. Anders ga je dat toch niet, hè? Gans Nederland staat op de kop. Ja? Mogen heel veel dingen niet. Maar de mensen zorgen wel allemaal heel erg goed voor elkaar. Dat ik ook geen knuffel kan geven. Nee. Dat is het toch maar fijn dat het wel op deze manier kan. Meneer Veling, dit zou in uw geval misschien niet werken. Nee, dat zal niet op die manier niet werken. Nee. Heb jij nog oplossingen of andere creatieve ideeën hoe mensen dichter bij elkaar kunnen komen in deze tijd? Nou, je ziet dat tehuizen, die eigenlijk al jarenlang geïnvesteerd hebben in contact met familie, waar dat dus echt heel erg goed loopt, dat die samenhorigheidsgevoel daar heel sterk is. En die trekken heel sterk op.
En daar zie je gewoon echt de sterke leiders. Dus die teamleider die belt familie, die beantwoordt 150 mailtjes tot 80 appjes per dag. De medewerkers bellen familie dagelijks of wekelijks om te vertellen hoe het gaat. Familie app met foto's. Ja. Ik denk die sterken heel erg in op het niet verliezen van het contact. Waardoor het denk ik voor u ook een stuk draaglijker wordt om deze beslissing aan te nemen. Ja. Daarnaast moet ik ook de kanttekening plaatsen dat er mensen zijn die niet zo ernstig lijken te lijden onder de situatie dan anderen. Dus als we hebben over de mensen met dementie, is er natuurlijk een heel veel verschil in. Ja. Ja. Mevrouw Marijnissen, deze week werd ook duidelijk dat de mensen die overlijden in het verpleeghuis aan corona, dat die niet mee worden genomen in de statistieken. Is dat erg eigenlijk? Ja, ik vind van wel. Kijk, ik snap wel dat de prioriteit nu niet ligt bij statistieken up-to-date houden, maar bij het redden van mensenlevens en het coronavirus verslaan. En tegelijkertijd, en op zich worden het natuurlijk ook wel in dagelijkse cijfers door het RIVM elke keer aangegeven. Ja, hè, het is niet compleet. Waarschijnlijk over, het is niet compleet. Maar als je nu ziet inderdaad wat er ook thuis gebeurt, in de verpleeghuizen gebeurt. Het gaat heel veel over, terecht vind ik, over de ziekenhuizen en de IC-bedden en de capaciteit daar. En tegelijkertijd is er zoveel aan de hand met ook met zorgverleners die werken in de thuiszorg, in de gehandicaptenzorg, in de verpleeghuizen. Zeker als het gaat om corona. En als je dan inderdaad hoort dat de cijfers van overlijden gewoon twee keer hoger zijn dan de dagelijkse rapporten die wij krijgen. Mm. Ja, dan schrik je daar wel van. U noemt het een stille ramp, hè? Ja, omdat ik enerzijds denk dat omdat die verpleeghuis nu dus helemaal op slot zit, alles drukt nu op die zorgverleners. Die hebben het echt heel zwaar. Mm. Tegelijkertijd zijn er inderdaad plekken waar het naar omstandigheden goed gaat. Maar krijgen wij bij ons meldpunt wat we hebben geopend ook echt veel te veel reacties van mensen die werken in de zorg, in het verpleeghuis, ook in de thuiszorg, die dat met echt onbeschermd moeten doen. Ja. Met te weinig beschermende materialen. Ja. Ja, dat is zo zwaar, bijna op het onmenselijke af. Die mensen maken zich niet alleen zorgen dat ze zelf besmet worden, maar ook misschien ben ik wel besmet en loop ik hier allerhande ouderen die super kwetsbaar zijn. Kan eigenlijk niet, maar ja, tegelijkertijd is het zo. En hebben we te weinig kapjes soms en zo? Ja, en tegelijkertijd vind, en dat was dus ook afgelopen woensdag voor ons een belangrijk punt in het Kamerdebat. Het is onvoorstelbaar dat we die mensen, we dragen ze op handen terecht. We klappen onze handen blauw terecht. We noemen ze de helden van de zorg terecht. Maar we zijn nodig, niet in staat om fatsoenlijke bescherming voor die mensen te regelen. Ja. Dat is toch bizar, terwijl we het uiterste van die mensen vragen. Ja. En ik denk, er vallen allerhande lessen te trekken. En dat moeten we vooral doen als de ergste klap voorbij is. Over waarom hebben wij die productieprocessen bijvoorbeeld allemaal naar lage lonenlanden verplaatst. En zijn we daar nu afhankelijk van. Maar ook wel, hoe kan het nou dat het op sommige plekken wel lukt om die bescherming goed te regelen voor mensen en op andere plekken helemaal niet? Ja. Lenny, u bent natuurlijk ook ontzettend begaan met